In deze video geef ik jou een kijkje in wat ik doe als coach en hoe ik jou kan helpen bij het behalen van jouw gewenste lichaamstransformatie. Voor zowel spieropbouw, afvallen als droogtrainen. Ik zal in deze video antwoord geven op de volgende vragen. Wie ben ik? Wie help ik? Wat kun je verwachten tijdens mijn coaching? En hoe kun je je aanmelden? Nou, allereerst, wie ben ik? Ik ben Nathan, ik ben 22 jaar en ik ben fitness of body transformation coach. Net hoe jij het wilt noemen. Ik help mensen met alles wat er bij een goede lichaamstransformatie komt kijken. 6 jaar geleden, toen ik 16 jaar oud was, woog ik maar 65 kilo. Ik was erg dun en ik had moeite met aankomen en spiermassa opbouwen. Ik wist niet waar ik moest beginnen. En wat ik ook deed, lukte maar niet. En toen ben ik met behulp van mijn oom en ook door uren zelf onderzoek te doen op internet, ben ik erachter gekomen hoe ik mijn lichaam kon transformeren. Zo ben ik in een aantal jaar tijd meer dan 25 kilo aangekomen en woog ik uiteindelijk meer dan 90 kilo. Ik ben een stuk breder geworden en ook zelfverzekerder. En daarnaast heb ik ook al 4 keer het droogtrainen meegemaakt en ben ik erachter gekomen hoe je uiteindelijk ook die sixpack kan krijgen en die summer body. Ik heb zelfs een fotoshoot gedaan en ik kan dus wel zeggen dat ik vrij veel kennis en ervaring heb met het transformeren van een lichaam. Zowel met het aankomen als met het droogtrainen of het afvallen. En daarnaast heb ik ook al veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen bij het maken van een soortgelijke lichaamstransformatie. En nu is het mijn missie om ook jou te helpen bij het behalen van jouw gewenste droomlichaam. Omdat ik weet hoe grote invloed het kan hebben als jij zelf een zieke transformatie doormaakt. En hoeveel positiviteit dat in je leven kan brengen. Dan de volgende vraag. Wie help ik en wie komt er in aanmerking voor mijn coaching? Dat zijn over het algemeen 3 groepen. 3 groepen mensen die ik help. De eerste groep, dat zijn jonge mannen die moeite hebben met aankomen. Die erg dun zijn. Ook al eten ze voor hun gevoel heel veel, lukt het maar niet om aan te komen in spiermassa en om breder te worden. Deze mannen weten vaak niet waar ze moeten beginnen, wat ze moeten eten of hoe ze moeten trainen. En die help ik graag op weg met het aankomen van spiermassa. Omdat ik zelf ook in dezelfde situatie heb gezeten en precies weet hoe dat voelt. Zo heb ik een mooi voorbeeld van Jochem. Jochem is in 6 maanden tijd meer dan 8,5 kilo aangekomen onder mijn begeleiding. Weet je, als jij in dezelfde situatie zit, dan weet ik zeker dat het jou ook kan lukken om zo'n transformatie door te maken. De tweede groep mensen, dat zijn mensen die graag willen afvallen en die gewoon een aantal kilo's af willen. Ook hier heb ik ervaring mee. Zo heb ik Bram begeleid en die is in 20 weken tijd al meer dan 12 kilo afgevallen. Die doet het super goed en het geeft super veel voldoening om dat te zien en hoe grote invloed dat kan hebben op iemands leven. Het verliezen van een aantal kilo's is gewoon een mooie uitdaging en daarom help ik ook mensen die dit als doel hebben. Dan de derde en laatste groep mensen. Dat is een groep van mensen die al een tijdje ervaring hebben met fitness. Die hebben al wat spiermassa opgebouwd. Die zijn al lekker aangekomen. Maar die willen nu eindelijk een keer die summer body gaan bereiken. Die sixpack gaan halen. En weer wat vet verliezen. Dus zij willen het droogtrainen een keer serieus gaan aanpakken. Nou, dat komt mooi uit. Want zelf heb ik het dus al 4 keer gedaan. En ook een keer voorbereid voor een fotoshoot. Dus ik weet precies wat je moet doen om het droogtrainen succesvol af te ronden. En vandaar ook dat ik deze mensen super graag help. Een voorbeeld van iemand die ik daarbij heb geholpen is bijvoorbeeld Jibbe. Jibbe is in 3 maanden tijd gecontroleerd 4 kilo afgevallen. Waarbij de focus lag op zoveel mogelijk vetmassa verliezen en het behouden van spiermassa. En hierdoor heeft hij een hele mooie shape bereikt. Dus als jij het droogtrainen serieus wilt gaan aanpakken, dan kan je bij mij terecht. En dan help ik jou om de beste shape van je leven te bereiken. Dan de vraag, wat kun je verwachten tijdens mijn coaching? Hoe kan ik jou helpen bij het aankomen, het afvallen of het droogtrainen? Allereerst beginnen we de coaching altijd met een uitgebreide intake. Ik stel heel veel vragen aan jou, waardoor ik echt een zo goed mogelijk beeld krijg van jouw beginsituatie, van jouw huidige levensstijl, van jouw voorkeuren, van hoe jouw week eruit ziet en het belangrijkste van wat jouw doelen zijn, wat jij in deze periode wilt bereiken en wat je van mij verwacht. En het doel is om zo goed mogelijk de coaching aan te laten sluiten op die intake en op jouw situatie. Aan de hand hiervan zal ik dan een gepersonaliseerd plan opstellen voor jou. Allereerst op het gebied van voeding. Voeding is het belangrijkste onderdeel van een succesvolle lichaamstransformatie. Maar het is ook het gebied waar de meeste mensen veel problemen mee hebben en veel moeite mee hebben. Misschien heb jij wel twijfels of vraag jij je af wat moet ik nou eten, hoeveel moet ik eten, wanneer moet ik eten, etc. Tijdens de coaching krijg je antwoord op alle vragen die jij hebt op het gebied van voeding. En werken we er echt aan om al jouw problemen op te lossen en alle twijfels weg te halen, zodat jij zeker weet dat jij die doelen gaat bereiken. We zullen ons tijdens coaching echt gaan focussen op jouw huidige gewoontes en jouw voorkeuren, zodat het ook voor jou leuk is en het makkelijk vol te houden is. Tijdens de coaching zullen we dus veel aandacht gaan besteden aan het gebied van voeding en weet ik zeker dat jij hier een hele hoop van gaat leren.
Ook op het gebied van training zal ik voor jou een gepersonaliseerd plan maken, want training is natuurlijk ook erg belangrijk. We gaan kijken wat voor jou een realistisch trainingsschema is, dus hoeveel keer per week jij het beste kan gaan trainen. En we gaan ook echt kijken naar wat jij leuke oefeningen vindt, zodat de trainingen voor jou leuk zijn en je deze makkelijk vol kan houden. En het belangrijkste is natuurlijk dat we gaan trainen op een manier waarmee jij de meeste progressie gaat maken. Dus ik weet zeker dat ook op het gebied van training jij een hele hoop gaat leren. Dan het volgende punt, en ik denk dat dit een heel belangrijk punt is. En dat is dat wij elkaar elke week gaan spreken via een call. Wij zullen goede tijd nemen om al jouw obstakels en problemen te bespreken. Te kijken hoe jouw progressie is. En dat we aan de hand daarvan samen ook weer plannen kunnen maken voor de komende week. Deze call zal echt een stok achter de deur zijn. Echt een moment van support. En ja, je kan echt verwachten dat deze call gewoon, dat ik alle tijd voor jou heb. Net hoeveel tijd jij nodig hebt. En in dit gesprek gaan we er alles aan doen. Zodat het voor jou weer duidelijk is wat de komende week de plannen zijn. En hoe jij dichter bij je doelen kan gaan komen. Dan een volgend punt. En dat is denk ik een heel belangrijk punt. Waarvan ik zeker weet dat het mijn coaching uniek maakt. En dat is dat ik superveel aandacht voor jou heb. En dat ik heel benaderbaar ben. Voor mij ben jij geen nummertje. Zoals bijvoorbeeld bij Joel Beukers of andere bekende namen. Die hebben zoveel mensen die ze helpen. Dat, ja, dat het eigenlijk allemaal maar geautomatiseerd is. Maar bij mij zal dit absoluut niet zo zijn. Jij bent de persoon die de moeite heeft genomen om contact met mij op te nemen. Die mij vertrouwt. En daar ben ik heel dankbaar voor. En daarom wil ik jou ook absoluut zo goed mogelijk helpen. En ga ik er ook mijn uiterste best voor doen om ervoor te zorgen dat jij tevreden gaat zijn. En dat jij je doelen gaat behalen. Jouw doelen zijn ook mijn doelen. En uiteindelijk, als jij tevreden bent, dan ben ik tevreden. Omdat ik beperkte plekken heb voor de coaching, kan ik mij volledig focussen op de mensen die ik dus begeleid. En dit zal je terugzien in dat je mij altijd kunt bereiken. Dat je alle aandacht krijgt van mij die jij verdient en die jij nodig hebt om deze transformatie te gaan laten slagen. En heb ik er ook alle vertrouwen in dat wij jouw lichaamstransformatie waar gaan maken. Dan nog iets anders, ook iets wat ik heel leuk vind om toe te voegen tijdens de coaching, is de mogelijkheid om langs te komen op locatie. Ik sta hier in mijn eigen privé sportschool, zoals je kan zien. En wat ik heel leuk vind, is om mijn klanten die ik begeleid de mogelijkheid te geven om langs te komen en om te komen trainen onder mijn begeleiding. Dus als jij hierin geïnteresseerd bent, dan ben je altijd van harte welkom om langs te komen. Dan natuurlijk de laatste en belangrijke vraag. Hoe kun je je aanmelden voor de coaching? Nou, dat is heel simpel. Of je bent al op de website terechtgekomen en dan zie je daar deze video. En dan kun je je naam, je e-mailadres en optioneel je telefoonnummer achterlaten. En dan kun je een gratis vrijblijvend adviesgesprek met mij inplannen. En dan kijken we samen verder hoe ik jou verder zou kunnen helpen. Mocht je dit nou kijken op YouTube, dan kun je in de link in de beschrijving klikken op de website. En daar kan je, zoals ik net al zei, dus je naam, telefoonnummer en je e-mailadres achterlaten. En daar kun je dus dit gratis vrijblijvende adviesgesprek inplannen. En wat je ook kan doen, is mij op Instagram een berichtje sturen naar nathan.gootjes met transformatie. En dan zal ik contact met jou opnemen en dan kunnen we samen ook dit gesprek inplannen en kijken hoe ik jou het beste kan helpen. Nou, dit was dus wie ik ben, wie ik help, wat je kunt verwachten van mijn coaching en hoe je je kunt aanmelden. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, laat dan zeker even een like achter. Dat is de enige manier waarop dit kanaal wordt aanbevolen aan meer mensen. En we dus meer mensen kunnen bereiken. Dus dat zou ik enorm waarderen. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat dan zeker even. Want in de toekomst gaan er nog heel veel waardevolle video's online komen. Die jou zeker verder gaan helpen. Dus bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jou snel tijdens het adviesgesprek of bij een volgende video.